later bij de dader. Zullen we een sneeuwballengevecht gaan houden? Kom zo moeilijk vooruit in die sneeuw. Gewoon ook al. Wat zou die nou toch aan het doen zijn? Hij is gewoon aan het spelen. Honden houden namelijk wel van sneeuw. Oh. Ah. Sophie, pak de krant eens. Goed zo. Dank je wel. Ik mis hier iets. Misschien was het nieuws wel op. Je had gelijk, het nieuws is op. Als er geen nieuws is, dan maak ik het toch zelf. Ja, daar is die. Wat ben je aan het pakken dan? Het leek me wel leuk om iets nieuws op mijn fluit te spelen. Dat wil ik meemaken. Je zei toch dat je het had gevonden? Dat was een schoenlepel. En hoe lang gaat dit nog duren? Oh nee, hij is gestolen. En wie zou dat dan gedaan moeten hebben? Juist, dat weten we nog niet, maar dat kunnen we wel uitzoeken. Hè? Het is nu veel te koud buiten. Oh, dan moeten we maar wachten tot het een beetje warmer wordt. We zullen die dieven een lesje gaan leren. Waarom maak je dan niet gewoon een nieuwe fluit? Dan kunnen we weer lekker bij de open haard kruipen. Omdat iedereen goed moet weten dat hij het niet in zijn hoofd moet halen om iets weg te nemen dat van Boes is. Ik zie het al. Dat gaat een lang wandelingetje worden. Ik ben er sneller uit dan ik dacht. Hoe zou hij eruit zien? Wat is dat? Ik zie het al. Dat ben ik. Wie doet dat nou? Aha, hij is niet erg voorzichtig. Dom zeg. Hier met die fluit. Daar trap ik niet in. Hij moet toch ergens gebleven zijn? Kwa. Ja, ja, nou komt alles uit. Kom snel, Dolly. Ik heb vast de dief. Volgens mij vergis jij je nou toch echt? Waarom dan? Oh! Die breekt niet meer in. Volgens mij spelen mollen geen bal. Het gaat om fluitspelen, dat weet je toch? Nee, het gaat erom wie je fluit gestolen heeft. En die hoeft er toch helemaal niet op te kunnen spelen? Als we Safi zijn gang laten gaan, zijn we hem zo op het spoor. Waarom stop je? Ik bedenk ineens dat ik iets vergeten ben. Maak je geen zorgen, hij doet vast niks. Denk je dat die dief zich hier ergens schuilhoudt, Safi? Lijkt erop. Voorzichtig, hoor. Kom maar op met die fluit van me. Je bent erbij. Ah, daar hoor ik je ademen. Commentaar? Hé, hey, dat hoofd ken ik. Nee, wegwezen! Waar blijft hij nou zo lang? Zeg nou iets tegen me. Wat dan wel?
Betekent dat dat we leven? Ja. Waar is Safi? Die heb ik nog niet gevonden. Dan moeten we nu maar op onze eigen buk afgaan. Jij mag het zeggen, Dolly. Gaan we eerst die dief zoeken of eerst Safi? Ik kan die niet vinden. Aha. Wat is er? Die struisvogel zit toch wel vaker met zijn hoofd onder de grond? Maar met dat pak sneeuw van een meter is dat toch veel te koud voor zo'n beest? Kom maar op met die fluit. Je kunt dat hopelijk nog wel van je afschudden. Hè? Dit vind ik eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor mezelf. Als een kip hier gaat zitten, wil ze vast iets verbergen. Hier met die fluit. Bemoei je er niet mee? Daar hou jij ons niet mee voor de gek, hoor. Kunnen we die fluit niet gewoon vergeten? Sst, ik hoor duidelijk iemand erop spelen. Huh? Het geluid komt daar vandaan. Nou hebben we die dief eindelijk te pakken. Kom erop af. Hier was het toch ergens? Kijk daar eens. Sinds wanneer kunnen sneeuwpoppen ook op een fluit spelen? Dat kan alleen als het geen sneeuwpop is, maar shampoo. Dat is niet zo mooi. We hoeven nou gelukkig in ieder geval geen moeite te doen om shampoo vast te houden. Ik ben benieuwd of die fluit nou tevoorschijn komt. Want ik vind het niks voor shampoo om die van je te stelen. We zullen het zo weten. Als jij nog eens een sneeuwpop van me wilt maken, zorg dan dat je een warme jas aan hebt. Ja, ja, geen dank. Waar gaan we naartoe? Het gaat je best goed, hoor. Dank je. Dat heb ik weer. Wat is dat? Heel eng. Waar is die zak voor? Je wilde je zeker warm houden door een beetje op en neer te springen. Hij heeft ook al geen lekkere das. Daar weet ik wel wat op. Zo, met dat om je nek zul je niet gauw kou vatten. Dat is Safi. En aan zijn blaf te horen is hij ergens heel erg blij om. Ik hoop dat hij mijn fluit gevonden heeft. Wie hem het eerst kan vinden. Ik zie niks. Hé, hey, waar zit die dief dan? Van hem had ik het nog nooit verwacht. Waar is hij? Zeg op. Ik weet het wel. Hoe ben jij van plan die fluit uit het gat te krijgen? Gewoon proberen. Hier ermee. Eerlijk gezegd gaat dat veel te moeilijk. Ah. Doe je best, Tumtum. Ik weet zeker dat je het kan. Dat zou ik maar niet te hard zeggen. Als het niet kan, doen we het anders. Bijna, volhouden. Heb je nog een zakdoekje? Lieve Dolly, zou je nog wat hout op het vuur willen gooien? Met genoeg, hoor. Huh? Wat is dit voor een... Dat is mijn fluit. Ja, je had je fluit dus gewoon bij het haardvuur laten liggen. Je bent nou toch niet boos op me, hè, Dolly?